Ja, dit is zit ik dan. Zo ongeveer bijna in mijn eentje. Jelle is er ook nog. En ik heb nog twee stagiaires bij me. Die met mij toch nog zorgen dat Brieven Maandag online komt. En we deze item ook nog kunnen op. Deze item. Belde ook, zie je wel. Ik ben gewoon moe. Dit item. Deze item. En Joen is er natuurlijk ook. Helemaal vergeten, Joen. Maar dat zal jullie allemaal aan je reet roesten. Jullie willen natuurlijk weten, wat gaan we deze week doen? Hebben we überhaupt nog wat puff over om überhaupt iets op te nemen na het afgelopen First Look Festival weekend en de dagen ervoor dat we aan het opbouwen waren? Het antwoord is ja. En deze week is eigenlijk het begin van een aantal, misschien wel de leukste weken als het gaat om grote game releases. Want ze komen er achter elkaar aan. Call of Duty komt eraan, Red Dead Redemption komt eraan, Fallout komt eraan. We hebben natuurlijk net Assassin's Creed gehad, maar Super Mario Party komt eraan, Super Smash komt eraan. En ik ben er geheid nog een paar vergeten, maar er komen gewoon heel veel grote releases aan waar we allemaal naar uitkijken. En ja, dus die spanning gaan we een beetje opbouwen. En deze week hebben we in ieder geval één van die grote releases, Super Mario Party. Die gaan we reviewen weer in een kleine versie. Een review en daarna gaan we er nog uitgebreid op in met, ik denk, een hele leuke let's play. Want Mario Party, daar moet je niet over praten. Daar moet je natuurlijk gewoon spelen. Dus we gaan hier iets leuks met de hele crew doen. Call of Duty komt vrijdag uit. En dat betekent dat we, ja, het is een beetje onzinnig om een multiplayer game natuurlijk diezelfde vrijdag al de review online te hebben. We krijgen ook niet eerder codes dan dat. Dus dat betekent gewoon dat wij volgende week de review hebben, zo snel mogelijk. Maar we gaan wel naar Londen toe. En dus we hebben in plaats van een review, hebben we een grappig tripje waar Koos naartoe gaat. Samen met een van onze cameramensen. En het schijnt iets heel speciaals te worden. Ik mag niet zeggen wat, het staat zwaar onder embargo. Maar het schijnt iets een opzienbarende stunt te worden in Londen. Nou ja, als er iets opzienbarends gebeurt in Londen, dan wil ik er, of willen we er wel bij zijn. Want we zijn namelijk al 300 keer in Londen geweest. En geen van die trips was echt opzienbarend. Dus wie weet is dat dan de eerste keer dat we iets opzienbarends gaan meemaken. We hebben natuurlijk nog wat kleinere games. Bijvoorbeeld Mega Man 11, die is uit. Parijs-Dakar is ook uit, die ga ik spelen. WWE 2K19 voor de fans, die komt ook deze week uit. Ik ga ervan uit dat het skate moet lukken om daar een review van te maken. Tech Kings, Film Kings hebben we natuurlijk. De beloofde streamcursus deel 3 en dit keer gaat die wel door. We hebben nog een keer Kevin's keuze en we gaan nog een mooie discussie opstarten met een aantal mensen over wie dit komend najaar gaat winnen. Altijd leuk, wie wint het? De grote games komen eraan, Battlefield, Call of Duty, weet ik wat zeg, Super Smash. Wie, FIFA hoort er ook bij, wie gaan de meeste games verkopen? Wie gaat zeg maar het succesnummer van het komend najaar worden? Je zou natuurlijk allemaal zeggen dat wordt blind Red Dead Redemption 2. Nou ja, ik zit bij de discussie, ik ben het daar niet mee eens. Dus we hebben wel degelijk een discussie. Ook van al die games gaan we ook even kijken. Wel of geen succes. Wordt het een flop? Wordt het geen flop? Ik denk dat het hartstikke leuk is, want daar is iedereen ook altijd een beetje mee bezig. Voor de rest hebben we natuurlijk gewoon een livestream op het eind van de week weer eindelijk. Ja, de rust is weer een beetje wedergekeerd. Ik bedoel, het is echt één grote tyfusbende hier. Je kan het niet zien. Maar het hele gebouw, ons heel kantoor staat vol met dozen. Schermen, Xboxen, wat allemaal nog opgehaald moet worden. Het is één grote puinbak. Iedereen is ook echt vreselijk moe. Maar wat wel een fijne gedachte is, dat heel veel mensen het heel erg tof hebben gevonden op First Look Festival. En dat we nu lekker veel tijd hebben om te gamen en ook de deur uit te gaan om weer toffe premium items te maken en themaweken. Dus, want we hebben er weer een hoop premium bazen bij gekregen op First Look Festival. Dat betekent dat we ook gewoon weer volle bak ons best gaan doen om weer toffe dingen voor jullie te maken. En dat is het eigenlijk een beetje. Dus ik hoop dat ik vandaag of vanavond in ieder geval meer dan 3 uur kan slapen. En ja, dan gaan we gewoon weer content maken. Want dat is toch eigenlijk wat we het liefste doen. Gewoon mooie dingen produceren. En ik heb er veel zin in.